Op dinsdag 17 april 2012 was er een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam en werd bekendgemaakt wie de Muziekscriptieprijs 2011 heeft gewonnen. Een jaarlijkse prijs van Muziekcentrum Nederland voor de beste afstudeerscriptie. Een onafhankelijke jury beoordeelde dit jaar 32 inzendingen verspreid over alle stijlen en disciplines. Uiteindelijk werden er 4 genomineerd. Zoals bekend wordt Muziekcentrum Nederland na dit jaar niet meer door de Rijksoverheid ondersteund. Wij gaan toch ons best doen om deze prijs voor het onderwijs te behouden. Met deze prijs beoogt Muziekcentrum Nederland het bevorderen van het onderzoek op dit brede gebied. De jury beoordeelt de ingezonden werkstukken op zowel wetenschappelijk gehalte als de relevantie binnen de context van het eigen vakgebied. En op het niveau en de invalshoek van de opleiding waarvoor deze scriptie is gemaakt. Daarnaast vindt de jury een goede leesbaarheid en een aantrekkelijke presentatie belangrijke pluspunten. En uiteindelijk stellen wij onszelf ook altijd de vraag van wat hier nou staat, is dat tussen aanhalingstekens waar? De Muziekscriptieprijs wordt dit jaar voor de 10e keer uitgereikt. Ik ben nog niet tegengekomen dat iemand in de muziekindustrie spreekt over de verkoop van zijn cd of het aanbieden van zijn cd als een pretpark. En dat mis ik een beetje, dus ik hoop dat dat creatieve denken daar weer een beetje in. Ik heb in mijn interviews niemand gesproken die zei van iedereen moet bezuinigen behalve het culturele veld. Dat is niet aan de orde geweest. Ze hebben allemaal gezegd van oké, we begrijpen, we leven in een moeilijke tijd en ook het culturele veld zal moeten inleven. Maar ze maken zich voornamelijk boos over dat stigmatiserende van we houden het handje op en we hangen aan het infuus en al dat soort terminologie. Die hebben het in het nieuwe gemeentemuseum, dat Berlage had ontworpen, neergezet. En daar was eigenlijk helemaal geen plek voor. En het was ook helemaal geen museum dat überhaupt gemaakt was om daar een muziekcollectie in te vestigen. Maar het kwam er. Dat is sinds 2004, dus eigenlijk vrij recent nog, uit het zicht verdwenen. En dat ligt nu in de poos onder katoenen lapjes. Een deel van die collectie is opgesplitst. Daar is het Nederlands Muziekinstituut uit voortgekomen. Daar liggen alle Nederlandse componisten, zeg maar. Ook dat wordt wegbezuinigd in 2013. En eigenlijk is het een heel trieste aflopende zaak. De conservator gaat nu weg. Die gaat met pensioen. Er is geen Nederlandse muziekcollectie meer straks. Je kan uitvoeringspraktijken heel goed zien als een vorm van sociale interactie. Dat biedt volgens mij ook mogelijkheden om een soort brug te slaan tussen sociologie en muziekwetenschap. Actueel, origineel en goed geschreven. Die het best geschreven is, het sterkst is een theoretische fundering en het hoogste niveau heeft qua redeneringen en gevolgtrekkingen. De jury heeft gemeend dat dit jaar de scriptie is van mijn schot. De 4 scripties liggen ter inzage bij Muziekcentrum Nederland tijdens kantooruren aan het Rokin 111 te Amsterdam. Het complete juryrapport is te downloaden via de website van Muziekcentrum Nederland.